Okay. Tot straks. GP heeft vandaag een afspraak in de Schorre in Boom. Hij gaat er naar een vergadering met de directie. Want sowieso zouden daar heel graag de hondenwandeling voor hun 10e verjaardag organiseren. Aan de Big Boss om een goede deal uit de brand te slepen. En als de kat dan van huis is... Dit is dus Billy, een van onze twee huiskatten. We hebben Billy en Bassie allebei geadopteerd uit het asiel van Canina in Essen. Ze zijn er eigenlijk gekomen na het overlijden van onze vorige huiskat, Basiel. En we geraakten er eigenlijk helemaal niet aan gewoon om een winkel te hebben zonder katten. We zijn super blij dat ze hier is. Je gaat er altijd ergens in de buurt van de krabpalen vinden. Ze lopen gewoon los in de winkel door de dag door. We hebben zelfs een aantal klanten die gewoon er een spelletje van maken van elke keer als ze op bezoek komen, van op zoek te gaan naar Billy en Bassie. En zoals je kunt zien, ze is super sociaal en heel aanhankelijk. Oei, 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 wat is dat allemaal? Oei, 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 oei. Jongen, Christophe is achter de schermen ook druk in de weer met kattenzaken. Ja, dat is wel lastig. Oei, wat was het? Ja, mevrouw had een krabpaal gekocht bij ons. Maar ze kwam thuis en brak een paal in. Maar op zich, ze gaan een fotootje sturen van het type paal. En dan zien we wel dat we dat oplossen. Oeh, sorry. Ja. Ik heb het niet gezien. Maar dat is geen probleem. Ja, een gescheurde zak, dat gebeurt al eens. Het blijft al eens hangen aan de kar of zo. Maar dat is geen probleem. Hè. We kaasten dat wel allemaal netjes op. En eventueel voor eigen gebruik of dat zie je. Mijn grote passie is voor de kattekes. Dus daar gaan we een hartje naartoe. Ik ben een grote dierenliefhebber, maar de kat is wel prioriteit. Dat zijn voor mij mijn kindjes. Ik heb daar een enorme binding mee ook en ik heb er ook grap een klik mee. Tenminste, als ik een kat of een poes hier in de winkel zie, ja, dat is gewoon mijn passie. Dat is hem. Voilà, dat is ook weer geregeld, hè. Als je echt een stevige krabpaal wilt, dan zit het toch wel aan een mooie prijsklasse. Aan een hogere prijsklasse dan zitten we rond de 1000 euro. Maar dan zit al met een serieuze, grote, stevige krabpaal. Dus we hebben er ook voor een lagere prijs. En dan heb je ook een mooie, stevigere paal. En die liggen al rond de 100 euro. Maar het belangrijkste dat we moeten onthouden, is hoe groter de poes, hoe groter de paal. En daar is GP weer, net op tijd, of eigenlijk misschien net te laat. Mirjam heeft Hannelore en de rest van het team juist gebriefd over het verloop van het vlekkeloze sowieso-dagje. Je weet het, mondje dicht, hè? Kijk, ze pieten. Ja, ja, ja. Hey, schatje, hè? Hoe is het geweest? Ongelooflijk. Je meen het. Geweldige mogelijkheden in die Schorre. Ik denk dat we er een super, super top event van kunnen maken. Is dat echt wel super, schat. Oh, ik zit hier ook blij. Echt wel. Hij wilde het echt heel goed gedaan. Serieus of wat? Ja. Kom aan, jongen, dat meen je niet. Wat? Lies? Ja. Hallo. Hoe kan dat nou? Harde schijf gecrashed. Mon fan.